Aan tafel zitten Tim Hofman, Aafke Koopmans en Sivan Hassan. Al jarenlang is het een klein pareltje op de televisie. Het met meerdere prijzen onderscheiden programma je zal het maar hebben. Tim ontmoet jongeren met een ziekte, een aandoening of een handicap. Die vertellen over hun leven. We zien en horen niet de patiënt, maar de mens. We beginnen met een high five. Goedemorgen. Tim, is het? Ik ben Tim. Ja, wist ik al lang niet mee. Hoe weeg je dan? 21 kilo. 21 kilo? Je hebt veel letten, hè? Ja. Ook bewegingstiks? Ja. Is het dan een goed idee om op zo'n ding te zitten? Oh my god. Ik til nu een volwassen mens. Wat heb je wel? Borderline. Dus ik moet heel voorzichtig met jou zijn. Nee, ik was niet van plan voorzichtig. Ja, nee. Hoe is het? Ja. Nou, ja. Moet ik al een beetje hebben wat jij hebt. Ja, een extra opstapje. Ik weet niet waarom je eigenlijk de hele tijd klaagt als het allemaal gewoon zo makkelijk is. Je denkt, ja, waar gaat Tim die 17 rietjes laten? Hier tussen. Ja. Ik had een best wel heftige poging gedaan. Tot? Ja, sorry. Ja, gewoon. Ja, jij zegt gewoon. Ja, gewoon zelf. Ja, voor mij is het nog niet zo gemakkelijk. Dan toch? Dat je gehandicapt bent. Ja, jullie zijn tamelijk gezonde 80-plussers, hè, wat dat betreft. Wie verdrinkt als eerst? Nou, Tim, dit is het 16e seizoen. Ja. Wat was dit voor seizoen? Nou, een heel mooi seizoen. Bijvoorbeeld met dat duo, Progera duo, maar ook met Sivan en met Aafke. En ik moet zeggen, als programmamaker, dit is mijn vierde jaar en dit verveelt nooit. Mm-hmm. Want je kan twee mensen hebben met MS en die hebben allebei een ander verhaal. En laten we op allebei een andere manier de zon schijnen. En dat, ik moet zeggen, ik maak dit dus nu al 4 jaar, 3 maanden in de zomer, 3-4 maanden. En dat is echt 3-4 maanden even een goede spiegel wel.